mijn pleidooi gaat over waternatuur, maar ook over waternatuur. Er zijn misschien verschillende begrippen. Waternatuur, mijn liefde voor waternatuur is al op hele jonge leeftijd begonnen. Vroeger, toen ik een jaar of 10 was, ging bij ons thuis vroeger om 4 s'nachts al de wekker. Mijn vader had een hele werkweek vol en toch ging hij 4 uur s'nachts op pad. Waarom? Wij gingen sportvissen. We hadden een bootje in het Biesbos. En voordat we gingen vissen, eerst nog naar de bakker. En die had net vers brood gebakken. Wat met dat verse brood zouden wij die grote karpers en brasems wel vangen? Nou, als klein jochie vond ik dat natuurlijk prachtig. En het deerde niet dat je soms uren zat zonder dat je wat je beet had. Maar uiteindelijk is zo wel mijn liefde en nieuwsgierigheid voor wat er onder water leeft, groeit en bloeit, wel begonnen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat bij jullie is. Wie heeft de afgelopen zomer wel eens onder water gekeken in de wateren rondom Flevoland? Zijn er toch meer dan ik had verwacht. Maar toch zie ik ook nog wel een opgave. Want onder water is er zoveel te beleven. Er is zoveel moois. Er zijn sponsen. En wie weet kom je een grote snoek tegen. Er zijn heel veel waterplanten waar ook allerlei kleine waterdieren op zitten en tussen zitten. De vraag van, en jullie zijn ook geluksvogels. Want jullie leven eigenlijk in een gouden rand. Hè? Want dat water rondom Flevoland is allemaal natuurgebied. Dat is heel waardevol. Er zijn meer dan 50 soorten vogels, maar ook planten, leefgebieden, zoogdieren beschermd in je water rondom Flevoland. Heel veel mensen weten dat niet. Die zien water gewoon als een soort van lege ruimte. Is niet zo. Dat is echt heel waardevol. Die waarde is er, maar die staat ook onder druk. We willen als, en dat, zeker als je nu naar de toekomst gaat kijken, is het heel belangrijk welke keuzes we gaan maken. We staan gesteld voor klimaatverandering. We hebben zoetwatertekorten. De droge zomers hebben laten zien dat dat echt heel noodzakelijk is dat we voldoende zoet water hebben voor de irrigatie, maar ook voor drinkwater. Dat is soms strijdig met de natuurbelangen die we daar hebben. Want vissen willen soms ook wel eens van zoet naar zout zwemmen, bijvoorbeeld. We hebben ook klimaatverandering. Dus de zeespiegelstijging staat voor de deur. We weten dat het gekomen, we weten niet hoe erg het is, maar dat het gekomen, dat is vrijwel zeker. Als je nou al die uitdagingen die we hebben op het gebied van water en waternatuur bij elkaar stapelt, dan zie ik een hele belangrijke oplossingsrichting. De oplossingsrichting is voor mij dat er heel veel ruimte, meer ruimte moet komen voor water. Dat is goed voor de natuur, is goed voor het zoetwaterbeschikbaarheid, maar ook voor waterberging als het bijvoorbeeld nodig is, als er bijvoorbeeld hoogwater is. Dat is één deel van het betoog. En nou besef ik ook dat waternatuur, dat heel veel mensen daar niet zo heel veel om geven. Omdat het iets is wat heel veel mensen gewoon niet kennen. En als je het niet kent, dan kun je het ook niet waarderen. En daar zit voor mij wel een volgende uitdaging. Van hoe kun je nou ervoor zorgen dat meer mensen straks hun vinger opsteken en kunnen genieten van wat er onder water leeft, groeit en bloeit. Ik heb er zelf ook al ideeën over. Ik vind het wel heel lastig, want ik heb toen ik onze zoon nog een jaar of 4 was, zat hij op school. Ik heb toen een les gegeven over de biologie. Ik dacht van, dat is de toekomst. Die leerlingen in zo'n klas, die zijn allemaal heel erg nieuwsgierig naar van wat er in het leven, wat er allemaal in het water leeft. En dat is ontzettend leuk om te zien. Ze zijn niet bang, ze pakken alles op, ze ruiken eraan, ze steken bijspreken in de mond. Maar dat was heel erg leuk te zien. Ik heb dat ook nog een paar jaar later gedaan. En dan zie je dat enthousiasme al een beetje afnemen. Dat vond ik wel jammer. ik dacht van, daar kan ik toch wat mee doen. En toen las ik ook nog een artikel. Dat ging over Engelse onderzoekers. En in de eerste instantie dacht van, die jeugd die heeft de toekomst. Maar die Engelse onderzoekers hadden aan schoolkinderen gevraagd in Engeland. Hoe goed hun kennis was van dieren en om hun heen. Dus er was een poes en een merel en nog wat soorten. Maar ze hadden er ook plaatjes van dieren bij gedaan die op de Pokémon-kaarten stonden. Nou, mogen jullie raden welke diersoort konden die schoolkinderen het best herkennen? Ja, de Pokémon-kaartdieren. En toen dacht ik wel van, als ze dus niet kinderen in aanraking laten komen met de dieren die om hen heen leven, dan zullen ze die ook nooit leren kennen en zullen ze die ook nooit waarderen. Dus daar zit volgens mij ook nog een hele belangrijke sleutel om ervoor te zorgen dat we in 2050 ook mensen hebben die gewoon en masse van een omgeving, van de hele omgeving, maar specifiek ook voor het water. Een groot deel van onze provincie is toch water, daarvan te kunnen genieten.